De slachtoffers van de mijnrampte Matawai zijn vandaag naar hun laatste rustplaats gebracht. Districtscommissaris van het bestuursresort boven Saramaka in het districtie Paliwini, Walter Bonjaski, die ondersteuning kreeg van alle districtscommissarissen, haalde aan dat 20 november een donkere bladzijde is in de geschiedenis van Suriname. Terwijl het onheil zich afspeelde op 20 november in Matawai, was er ook een ongeval in Tapanahoni. Bonjaski wees erop dat in 2010 op 20 november ook een dergelijk ongeval zich heeft voorgedaan in het Pamaka-gebied. De DC roept de parknokkers in het land op om in de toekomst op 20 november niet te werken in verband met de ongelukken die zich in het verleden op deze dag hebben voorgedaan. Want uno sabi sanak mek na deia asandismupsa. En tapasem de tapasem moment, ay pasana tapanahuni, ay pasana matawai. En abe pasana pamakakaba. Fami, achali. Una fasi, fudu, fulekte anoutu ya pohwati. Ma fasi fauka mendeng eifa, fusakai eifa. Na alle de nabestaanden, alle de familie, voor baas, de safe. Want look voor alle de balen dossier aan zee. A geef naar baas, de safe. Dat zo want te kennen de familie. Make de baas, de safe. Voor lekti en noodtoek die wabi. A hati. Usa fegete, maar utanga voor fegete. President Chandrika Prasad Santokhi haalde aan dat het gebeuren heel triest is omdat het gaat om mannen die het leven hebben gelaten en die alles voor over hadden om een beter leven te hebben. Terwijl anderen deze slachtoffers zien als parknokkers of personen die illegaal bezig waren, zijn deze slachtoffers voor de president dierbare landgenoten die zijn komen te ontvallen. Linga, Rinaldo, Van Dracht, Cleo, Pinas, Michael, Finisi, McIntosh, Klasi, Sampisi, Daniel, Neville, Domini, Ortello, Codemus, Cortes, Puketti, Laurein, Deel, Jean-Pascal, Plet, Shaquille, Waterberg, Achillo, Angelo, Masi, Gino, Weiwe, Kuan, Darson, Abidego, Gazon, Oswaldo. Allemaal broeders die er vandaag niet meer zijn. In ons midden. En zoals het een verantwoordelijke bezorgde familie betaamt, heeft ook de regering daarom ook binnen haar mogelijkheden getracht alles op alles te doen om het leed te helpen verzachten. De president benadrukte dat de psychosociale hulp beschikbaar zal blijven voor de familie.